Opvallend is hij, hè? Dit is de nieuwe generatie Nissan Juke. En die auto is net zoals de eerste generatie lekker uitgesproken. En dat Nissan met een opvolger komt, dat is meer dan logisch. Want van die eerste generatie Juke verkocht Nissan in ongeveer 10 jaar tijd dik 1,5 miljoen exemplaren. En die Juke is een beetje de grondlegger geweest van de compacte crossover in het B-segment. En dit is de compleet nieuwe Juke. En in deze video vertel ik wat je over deze auto allemaal moet weten. Ja, en als je die auto ziet, ja, die is echt uitgesproken, hè? Weer die bekende V-Motion grill van Nissan, die op alle modellen tegenwoordig wordt toegepast. Ook de Nissan Leaf, die elektrische Leaf. Ja, en die neuspartij, die is nog steeds heel erg herkenbaar als Juke. Oftewel, hele smalle lichtunits, daaronder nog een ronde lichtunit. Ja, en dat geeft toch wel een heel eigen gezicht aan die Nissan Juke. En ook aan profiel is het weer die Juke zoals we hem kenden. Oftewel, hij is geïnspireerd op die diamantvorm. Die begint zo en die wordt zo afgehoekt, als het ware, afgevlakt. En dat zie je ook in het ontwerp terug. Overigens hebben dat veel meer auto's op dit moment. Peugeot 2008, Toyota CHR. Die hebben allemaal een beetje dat diamantprofiel in het design zitten. En dus ook deze Nissan Juke. Ja, en design is bij die Nissan Juke eigenlijk een beetje belangrijker dan misschien praktische kwaliteiten. Want dit oogt natuurlijk heel erg mooi. Alleen door die dikke C-stijl heb je wel een beperkt zicht naar achteren. Dus dat is natuurlijk een nadeel. En bovendien wilde Nissan hier per se die handgreep toepassen. Kun je hier ook zien. Hier zit de handgreep om de deur naar achteren te openen. Ja, het is natuurlijk een hartstikke leuke design feature. Maar het heeft dus wel als gevolg dat je een dikke C-stijl hebt. Maar goed, dat valt prima mee te leven. Want hij heeft hele grote zijspiegels erop zitten. Dus je hebt prima zicht rondom. En nu deze deur toch open is, kun je meteen zien hoe ruim die op de achterbank is. Ik moet zeggen, het is prima te doen en ook prima uit te houden. Ook als je 1,85 bent, dan kun je er heel erg goed zitten. Want ik heb gewoon voldoende knieruimte, voldoende hoofdruimte. Ja, en het ziet er ook nog eens allemaal heel erg leuk uit. Maar ik moet wel zeggen dat dit niet een standaard Nissan Juke is. Want die auto begint bij €24.390. Maar dit is een speciale uitvoering. En dan kan ik je laten zien om wat voor uitvoering het gaat. Dit is een Nissan Juke N-Design. En die begint vanaf dik €29.000. En ook die achterkant van die Nissan Juke, die oogt net als die voorkant bijzonder uitgesproken. Nissan heeft ook brede achterlichtunits geplaatst om die breedte van die auto als het ware te benadrukken. En hier heb je ook nog een soort van ja, spoiler, waardoor die auto extra sportief oogt. Diffuser. Nissan heeft wel echt zijn best gedaan om die Juke, net zoals die eerste generatie Juke, ja, toch wel weer een beetje een speciaal design te geven. Nou, of het is gelukt, laat het vooral weten in de comments onder deze video. Maar goed, ik vind het persoonlijk wel sportief uitzien. En nu we toch bij deze achterkant staan, hoe zit het met de bagageruimte? Nou, die is eigenlijk meer dan voldoende voor de wekelijkse boodschappen. Je kan er ook prima mee op vakantie. En hij heeft ook een dubbele bodemvloer. Deze kun je namelijk eruit halen. Echt letterlijk helemaal eruit halen, zoals je ziet. En dan heb je nog een wat diepere bagageruimte. Maar deze plaat, die kun je dus ook laag leggen. Op deze manier. Kijk, en dan heb je dus een diepere laadruimte. Maar deze plank, die kun je ook schuin wegzetten. Er zitten zware van die gleuven in. Kijk, en dan kun je deze plank zo wegzetten en dan kun je dus bijvoorbeeld spullen scheiden. En ik heb bij die Nissan Juke een beetje het gevoel dat je voor een jukebox staat, maar er zit maar één plaat in. En dat is bij deze Nissan Juke ook een beetje het geval, want je kan hem maar met één krachtbron krijgen. Die laat ik eventjes zien. Zo, kap open. Er zit hier de pin. Zet hem even hierop vast. En hier ligt hij dan. En wat meteen opvalt, er zit niet zo'n hele fraaie afdekkap op. Je ziet gewoon meteen het blok liggen met alle buisjes en zo.
Nou, wat je ervan vindt, dat laat ik helemaal aan jou over. Alleen dit is een 1 liter DIG-T krachtbron, een 1 liter driecilinder zelfs. En die levert 117 pk. En die kun je krijgen met een handgeschakelde zesbak of met een zestraps automaat. Ja, en hoe rijdt dat dan zo'n nieuwe generatie Nissan Juke? Nou, ik moet zeggen, eigenlijk vrij comfortabel. Je merkt wel dat dit een vrij sportieve crossover is. Dat merk je ook in het onderstel. Hij is vrij stug geveerd, maar wel comfortabel. Dus op langere afstanden kun je het gewoon prima uren achter elkaar uithouden. En wat vooral opvalt is het karakter van die driecilinder. Of vooral het wisselvallige karakter van die driecilinder. Hij levert dus 117 pk. En dit is een variant met een handgeschakelde zesbak. Die heeft een vrij hoge pook. Maar hij schakelt wel prima. En je hand valt er ook, doordat hij zo hoog is, eigenlijk meteen op. Alleen die driecilinder, ja, die heeft misschien wat nukkig karakter. Maar dat nukkige karakter kun je wel eenvoudig beïnvloeden. Want hij heeft namelijk rijmodi. Je kan kiezen uit normaal. Daar staat hij standaard op. En je hebt eco en sport. En vooral in sport is die eigenlijk op zijn lekkers. Want in eco, dan merk je dat het motor management systeem, dus de ECU, die de hele krachtbron aanstuurt, dat het eigenlijk een soort van beknepen krachtbron wordt. Hij wordt heel lui en je moet echt flink gas geven. Wil je een beetje acceleratie krijgen. Maar in sport, ja, dan is hij echt super alert. En dan lijkt het erop dat het vermogen van die krachtbron veel eerder vrijkomt. En dat kan ik eigenlijk gewoon heel makkelijk laten zien. Want er staat nu een standaard. Zet ik hem via deze demote knop even in eco. Dan merk ik ook al dat die krachtbron als het ware afzwakt. Dan moet ik al veel meer gas geven voor dezelfde acceleratie. En ik laat mijn gaspedaal nu in dezelfde stand staan. Zet ik hem in sport. Hup, hij gaat meteen accelereren. Ik heb mijn voet in dezelfde stand. 80, 85, bijna 90. En dat is gewoon met dezelfde gaspedaalstand. Dus ja, die invloed van die D-mode, dat is echt heel goed merkbaar. En in sport dan is hij gewoon echt heel erg alert. Maar je merkt wel dat deze krachtbron wel een beetje op toeren moet worden gehouden. Want ja, onder de 2000 toeren, dan is het gewoon een wat minder alerte krachtbron. En daarboven, daar gaat hij echt leven. Dus je moet hem echt op toeren houden. Dus af en toe gewoon terugschakelen. En dan is het gewoon een prima blokje. Nou, brandstofverbruik reken ongeveer op 1 op 18. 1 op 20 is haalbaar als je echt heel erg goed je best doet. Maar aan zich is het gewoon een prima krachtbron waarmee je prima kan leven. Dit is dus die handbakversie. Je hebt hem ook met 6 straps automaat. En voor de rest is die Nissan Juke gewoon een lekker comfortabele, praktische gezinscrossover. Welkom in het interieur van de nieuwe generatie Nissan Juke. En je ziet het al meteen, deze variant is echt heel erg fraai afgewerkt. Met mooi Alcantara hier zo op die deurpanelen. Ook op de stoelen keert Alcantara terug. Je ziet het hier ook op die wangen. Sowieso zit er een heel mooi ruitpatroon hier in die stoelen. En er zit zelfs een gat in en een Juke logo, zoals je ziet. En het Alcantara komt ook terug hier op het dashboard. Voelt allemaal heel erg mooi aan. Ziet er ook goed uit. En ook die toplaag is zacht. En wat verder opvalt is dat Nissan heel erg veel hoogglans zwart plastic toepast. Onder meer op deze deurpanelen zoals je ziet. Maar ook bij deze 3 ventilatieroosters. En ook op de middenconsole. En die middenconsole, of die middentunnel moet ik zeggen, dat is ook wel een heel erg leuk verhaal. Die is opnieuw geïnspireerd op de tank van een motorfiets. Er staat ook bol. En dat geeft toch een beetje de indruk dat je kijkt naar de tank van een motorfiets. Nou, ook hier weer heel erg veel hoogglans zwart plastic. Ziet er best fraai uit. Alleen, ja, het heeft wel natuurlijk een paar nadelen. Gevoelig voor stof, krassen en vette vingers. Dus wel het nodige poetsen. Ja, en wat andere leuke details zijn deze carbon dingetjes. Kijk, hier zit bijvoorbeeld een carbon randje omheen. Carbon look uiteraard, geen echt carbon. En dat keert ook hier terug bij die bekerhouders. Hier kun je alleen kleine flesjes in kwijt. Dus echte literflessen, ja, die moet je in de deurvakken plaatsen. Dat kan zowel rechts en dat kan ook aan de linkerkant, zoals je ziet. En ook opvallend, ook voor die armsteun gebruikt Nissan Alcantara. En hieronder heb je natuurlijk een opbergvak. Alleen hier moeten we wel even iets over vertellen, want dit is hard plastic. En ook dit is hard plastic. En dat betekent dat wanneer je hem dicht doet, er een vrij blikkerig geluid klinkt. Hoor maar. En Nissan had het vrij eenvoudig kunnen oplossen door hier gewoon een zacht rubbertje te plaatsen. Ja, dat geeft toch wel weer een meer premium gevoel. Maar afijn, het valt allemaal prima mee te leven. Het zijn van die kleine dingetjes die het verschil kunnen maken. Wat verder opvalt is dat deze Nissan Juke niet leverbaar is met een inductielader. Je kan hier wel je telefoon wegleggen, maar je kan dus niet je telefoon draadloos opladen. Hij heeft uiteraard wel een USB-aansluiting, nog een 12 volt aansluiting. En het infotainment systeem ondersteunt ook Apple CarPlay en Android Auto. Nou, het infotainment systeem dat werkt heel erg intuïtief.
kaarten die ogen vrij druk. En dat betekent dat je soms wel even moeite moet doen om nou echt precies te kijken van waar je rijdt en waar je in moet. Maar dat is allemaal een kwestie van gewenning. En zoals gezegd kun je ook gebruik maken van Apple CarPlay en dus Google Maps. Dat systeem werkt natuurlijk voortreffelijk. Maar dit systeem is ook gewoon heel intuïtief te bedienen. Je hebt hier een paar van die sneltoetsen. Je kan hier switchen tussen nachtzicht en dagzicht. Een kwestie van op de knop drukken. En je ziet meteen de weergave veranderen. Maar automatisch doet hij natuurlijk ook. Dus daar heb je eigenlijk helemaal geen omkijken na. Nou, hier kun je de tracks mee voor en terugspoelen. Audio. Dan ga je naar je audio-instellingen. DAB+. Alle radiozenders zijn natuurlijk in te stellen. Hij heeft ook Bluetooth audio. En het menu, dit is het home menu. Dan heb je meteen ook weer een paar sneltoetsen. Waaronder de kaart. Maar goed, die knoppen die hier zitten, die vind je hier ook onder. En deze knoppen zijn natuurlijk veel beter te bedienen tijdens het rijden. Want je vinger die beweegt tijdens het rijden door schokken in de auto. En met deze sneltoetsen kun je heel makkelijk wisselen van weergave. Nou, de navigatiekaart hebben we al benoemd. En hier heb je nog de camerafunctie. Deze auto heeft ook Around View Monitor. En dat betekent dat je gewoon heel makkelijk zicht rondom deze auto hebt. En heb je ook wel nodig, want zoals gezegd, die C-stijl die is vrij dik. En daardoor heb je beperkt zicht naar achteren. Maar wat ook een leuk detail is aan deze auto heeft van die zogeheten Bose Personal Space speakers in de hoofdsteunen zitten. Zowel links als rechts, zoals je ziet. Maar wil je die activeren, ja, dan moet je even naar audio gaan en ook naar instellingen. Want je kan bepalen in welke straal, dus in welke muziekstraal, het geluid wordt afgegeven in deze auto. Kun je bij instellingen wijzigen, dan ga je naar geluid. En dan staat hier Personal Space. Dan druk je daarop en dan kun je hier de straal zien, de geluidstraal, van ja, waar als het ware de muziek naartoe wordt gezonden. En dat kun je hiermee aanpassen. Dus ik druk nu naar links en dan zie je dat die straal kleiner wordt. Maar nu wordt alleen dit deel van ja, dit veld, als het ware, met muziek ingebracht. En ja, die Bose Personal Space speakers, die hebben nu geen functie. Dus wil je deze echt activeren, ja, dan moet je hem echt helemaal op wide zetten. En pas dan gaan die speakers meedoen. En ik moet zeggen, dat klinkt een heel erg leuk geluid. En je krijgt een beetje een surround sound idee. Dus het werkt allemaal wel erg leuk. Nou, hieronder heb je nog de bedieningsunit van de airco. Dat werkt ook allemaal prima. En dat brengt ons nu bij het stuurwiel. Nou, dat is mooi afgevlakt voor een mooi sportief gevoel. Ook hier weer van het mooie Alcantara. Dat wordt zeg maar helemaal doorgetrokken. Hier nog een zachte toplaag. Een head-up display ontbreekt. Dat is ook niet leverbaar in die Nissan Juke. Maar dit systeem werkt dan weer wel heel erg goed. Je hebt twee analoge meters. Eentje voor de toerenteller en eentje voor de snelheidsmeter. En dit digitale display kun je helemaal naar eigen wens inrichten. Nou, hoe doe je dat? Op het stuurwiel hier heb je een knoppencluster, muziek, audio tracks voor- en terugspoelen, terug. En hier heb je nog de cruise control. ProPilot heeft hij ook, daarmee kan deze auto deels autonoom rijden, bijvoorbeeld in files. Maar als je deze knop ingedrukt houdt, daarmee schakel je het adaptieve deel van de cruise control uit. En dan kun je dus gewoon een normale cruise control gebruiken. Snelheidslimiet kun je ook aanpassen en hiermee bepaal je de afstand ten opzichte van een voorligger. Spraakfunctie, kom ik zo meteen even op terug. Werkt ook goed en hiermee kun je natuurlijk telefoneren. Maar nu, we gaan even nu focussen op dit element, want daarmee kun je dus dat display aanpassen. Het is gewoon een kwestie van eventjes swipen, of op de knop drukken in dit geval. Nou, dit is het home menu. Dit is een menu voor het gemiddelde brandstofverbruik in te zien. Nou, daar staat nu op gemiddeld 6,4. Verkeersbordenherkenning, nou, navigatieinstructies kun je hier weergeven. Muziek. De veiligheidssystemen worden hier weergegeven. En hier heb je nog ESP-instellingen. Dus eigenlijk alle instellingen van de auto kun je alles wijzigen. Bestuurdersmodus, eco-modus, stopstart, klok. Dus dat kun je allemaal via dit display instellen. Ja, en dan nog even die spraaksturing. Dat werkt ook heel erg goed. Alleen je moet natuurlijk wel weten hoe het werkt. Nou, ik zal nu even demonstreren hoe het bijvoorbeeld werkt om een navigatie-instructie in te geven. Druk allereerst even op map. En dan druk ik op deze knop. En dan ga ik gewoon even vertellen waar die auto naartoe moet gaan. Zeg of selecteer een commando. Navigeren naar Goudseweg 181 Bodegraven. Even geduld. Adres. Overeenkomstige locaties worden getoond. Zeg of selecteer een itemnummer uit de weergegeven lijst. 1. 1.
Goudseweg 181 Bodegraven. Route berekenen, locatie aanpassen of adres wijzigen? Route berekenen. Route wordt berekend. Kijk, en nu is de navigatie ingevuld middels die spraaksturing. Alleen het is dus wel belangrijk dat je eerst de straat en het huisnummer noemt en dan pas de woonplaats. Want hoe noem je eerst bijvoorbeeld nu Bodegraven en dan pas Goudseweg 181? Dat is toevallig de redactie van autorij.nl. Maar ja, dan werkt het systeem niet. Dus eerst de straat, het huisnummer en dan de woonplaats. En dan werkt dit systeem echt helemaal top. En dat is een beetje in een notendop het interieur van die nieuwe Nissan Juke. Mooie afwerking, alles voelt heel erg mooi zacht aan. Ziet er ook nog eens leuk en gezellig uit. Stoelen zitten ook goed. Zittingen hadden misschien wel iets langer gemogen voor meer steun aan de bovenbenen. Maar ik moet zeggen dat Nissan aan het interieur wel echt wel heel erg veel werk heeft besteed. Net als eigenlijk aan de buitenkant. De auto oogt gewoon heel erg fris. Ja, en wil je nou meer weten over deze nieuwe generatie Nissan Juke? Check dan gewoon het complete verhaal op autorij.nl. En vergeet je natuurlijk ook niet te abonneren op dit YouTube kanaal. En natuurlijk even het belletje aan te zetten voor de notificaties. Voor nu bedankt voor het kijken en tot een volgende video.